Kijkers van Tals FM, een horeca award voor de repertoire op de Poederleeseweg in Herentals. Tijd voor Tals FM om eventjes binnen te gaan en met de winnaars een leuk gesprekje te hebben met Joris Wils en Margot. Zegt dat niet waar? Ze zijn hier bij de award. Hartelijk gefeliciteerd, Margot en Joris. Mogen we even in het heiligdom in de keuken een kijkje gaan nemen? Absoluut. Ja, dank u. Okay. Dan volgen we Joris en Margot naar de keuken van de repertoire, waar het allemaal ronddraait natuurlijk. Eerst en vooral dus nog eens eventjes hartelijk gefeliciteerd, Joris en Margot. We zien hier ook het team aan het werk. Zeg, wat betekent dat, zo'n horeca award voor jullie? Dat is uiteindelijk een beetje de bekroning op het werk. Dus we zijn al 2,5 jaar heel hard aan het werken en uiteindelijk wordt het nu beloond met een award. Mm-hmm. Wat gevoel gaf dat, Margot, van het moment dat het bekend werd dat jullie de prijswinnaar waren van die horeca award? En het was ook de afdeling brasserie. Wat gevoel gaf dat? Dat is voldoening, ook naar het team toe eigenlijk. We doen dat niet met twee, we doen eigenlijk heel de ploeg. En ook voor hun een extra opsteker dat we toch ons best mogen blijven doen. Dus dat is absoluut leuk. Mm-hmm. Joris, was het niet zo'n beetje een in de Guide Gourmet, daar deelt men tox uit. En bij de Guide Michelin de sterren, was het dat gevoel zo? Ja, het is zeker niet onze ambitie om een ster of een tox te behalen. Nee, maar... wel een indicatie dat je goed bezig bent en als we ooit moesten zeggen van kijk, we zijn een ster waard, dan zullen we daar niet nee tegen uiteraard, maar het is niet de bedoeling om daarvoor te gaan. Zeg Joris, toch eens eventjes voor kijkers die buiten de regio Nederland wonen, wat zijn zo'n beetje de typische kenmerken van de keuken van Joris Wils hier in de repertoire in Herentals? Wat kunnen ze verwachten? We proberen eigenlijk toch een beetje hedendaags uit de hoek te komen. Dat wil zeggen, niet de standaardgerechten zoals in de meeste zaken te verkrijgen zijn. Bij ons kan je natuurlijk ook een lekkere steak met pepersaus krijgen, maar we proberen daarnaast ook een suggestiemenu en andere suggesties aan te bieden met nieuwe invloeden waarin dat we ook een beetje onze eigen creativiteit steken. Dat is heel mooi. En er is ook een zeer uitgebreide wijnkaart, veronderstel ik? Absoluut. Wij hebben een wijnkaart waar ongeveer een 90-tal wijnen op te verkrijgen zijn. Dus iedereen zal daar zeker zijn in zin wel in vinden. We hebben zelf Tals FM ook nog een groot feest gegeven, want dat kan hier ook, de 55-jarigen en zo. Ja. Ook seminarisch, want er is heel wat accommodatie. Kan u daar wat over vertellen? Ja, we hebben nog een zaal op de eerste verdieping. Die kunnen we eigenlijk multifunctioneel gaan gebruiken. Zowel voor seminarisch, als voor feesten, als voor recepties. Dus productvoorstellingen zou perfect kunnen, gecombineerd met een lunch of diner. De kijkers moeten gewoon eventjes op de website kijken. Welk is het adres? www.derepertoire.be. Oké, dat is heel tof. Nog eens hartelijk gefeliciteerd namens al de luisteraars en kijkers voor talsfm.be. En graag tot de volgende keer. Veel succes. Dankjewel.